Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe video. Ik ben Nicky en vandaag ga ik laten zien hoe je javamos op een stuk hout kunt binden. En zoals ik het zeg maar hier heb gedaan, dit is een steen. Ik ga vandaag laten zien hoe je dat mos op dat stuk hout kan binden. Ik heb een klein beetje de inrichting veranderd en ik wou heel even kijken of ik het zo goed vond voordat ik echt javamos er definitief op vast ging zetten. Nou, ik vind het nu goed, dus dan zet ik het er nou definitief op vast. En dat ga ik jullie vandaag laten zien hoe ik dat altijd doe. De dingen die je nodig hebt. Natuurlijk als eerste hetgene wat je met javamos wil bekleden. Nou heb ik het een nogal moeilijk stuk uitgekozen. Het makkelijkste is om iets van een plat ding of iets van een rond ding of een beetje dit-achtig te hebben. Dat is veel makkelijker, maar goed. Ik wou het hierop, dus dan is dat ingewikkelder. Natuurlijk javamos. Ik heb hier nog wat extra in zitten, maar dit is denk ik wat ik nodig heb. Ik gebruik visdraad om het eromheen te doen. Je kunt ook van dat naaigaren gebruiken. Dat lost op een gegeven moment op en dan zie je het niet meer. Maar ik vind dit op een of andere manier wat fijner of zo. En een schaar. Laten we beginnen. Eerst moet je dus je goede stuk, het stuk hout, en dan moet je even bekijken hoe je het in het aquarium wil hebben. Nu is het zo dat dit stuk bij mij wordt eigenlijk niet gezien, want dat wordt geschaduwd door een ander stuk hout. Dus dan heeft het ook niet zoveel zin om daar javamos op te doen. Dus daarom ga ik het vooral op deze kant doen. En dan leg ik dat er even zo op. Als je tevreden bent met de manier hoe je het op het stuk hout hebt liggen, dan kun je je visdraad of dus je andere draad gaan pakken. En dan kun je beginnen om als eerste om een begin, wat gewoon een makkelijk stuk is, dus een recht stuk of zo, een knoop te maken, zodat het goed blijft zitten. Doe het eromheen en dan maak je een knoop die echt goed zit. Soms gebruik ik daar nog een pincet voor, zodat ik wat beter grip heb. En dan zorg je ervoor dat je nog best wel een lang stuk draad over hebt. Dat niet een mini stukje is, je kan later altijd nog afknippen. Wat je daarna doet, is je pakt gewoon je stuk hout, dat til je eigenlijk op. En dan ga je gewoon simpelweg je visdraad er gewoon omheen draaien. Of wat voor draad dan ook. En dan draai je het er gewoon omheen. En zo zorg je ervoor dat eigenlijk helemaal het vast zit. Tevreden bent met hoe je het erop hebt zitten en je denkt dat niks los kan komen, moet je eigenlijk weer terug aan naar waar je begonnen bent en dat stuk draad dus weer daar pakken en daar een knoop maken. En deze moet echt heel vaak, tenminste wel bij visdraad, want dit wil wel glijden en dan gaat hij er zo weer uit. Dus dan maak ik meestal een 10.000 dubbele knoop, oké, dat is wel een beetje heel erg overdreven, maar echt heel veel knopen, zodat het goed blijft zitten. Maar goed, ik maak deze knoop even af en dan knip ik het hier, knip ik het gewoon helemaal door. En dan zal ik even het eindresultaat laten zien in het aquarium. Nou, dit is het resultaat geworden. Het moet natuurlijk allemaal nog wat groeien en zo, maar het staat op zich wel heel erg leuk. En dan lijkt het wat meer één, zeg maar, met deze. Omdat die ook al met javamos is, heb ik hier nog een paar van die kleine loodjes toegevoegd, zodat het wat ja, natuurlijker en weer één lijkt. Nou, en ik ben er zo wel heel erg tevreden mee. Alles moet nou groeien. En ik zie jullie weer bij de volgende video. Dus doei!